De nieuwe leden van het Nationaal Jeugdparlement zijn vandaag officieel geïnstalleerd. Vicepresident Ashwin Adin en enkele DNA-leden waren aanwezig bij de installatie en feliciteerden de jongeren met de bereikte mijlpaal. De voorzitter van het scheidende jeugdparlement, Pratna Sital, wees de jongeren erop dat ze zich hard moeten inzetten om het jeugdwerk te doen. Tot slot wil ik namens het scheidend jeugdparlement, de pas gekozen jeugdparlementariërs en jeugddistrictraadsleden feliciteren en het beste toewensen voor jullie zittingstermijn. De jongeren hebben hun vertrouwen in u gesteld om hun de komende 3 jaren te mogen dienen. U bent de komende 3 jaren de stem van de jongeren. Zet u zich daarom uiterst in om dit waar te maken. Enkele aandachtspunten die ik u wil meegeven als nieuw jeugdparlement is allereerst. Het jeugdparlement is geen springplank naar een politieke functie toe. Dit is de plek waar er hard gewerkt dient te worden voor de jongeren. Dus focus u als jeugdparlementariër gedurende deze 3 jaren hoe u het werk voor de jongeren, hoe u moet werken voor de jongeren en opkomen voor ze. Als u uw focus verlegt, zal u de plank als jeugdparlementariër misslaan. Het nieuwe jeugdparlement moet er ook voor waken dat het geen imago-schade leidt, benadrukte Sital. Zo mogen jeugdparlementariërs niet actief meedoen met de politiek. Als jeugdparlementariër van Suriname gedurende deze 3 jaren andere ambities hebt die niet passen bij het imago van een jeugdparlementariër, hetzij politieke ambities of andere, wil ik u vragen, parkeer het even. Doe het na deze 3 jaren. Uiteindelijk ligt de geloofwaardigheid van het jeugdparlement naar de jongeren toe in uw handen. So be the change you want to see. Als laatst wil ik u meegeven, maakt niet uit hoeveel meningsverschillen jullie zullen hebben, want dat zal zeker komen. Zorg altijd ervoor dat u ten alle tijde collegiaal met elkaar omgaat en de grens nooit overschrijdt. Brandjes blussen vergt veel tijd en energie. Gebruik uw dierbare tijd en energie om te jongeren voor de jeugd. Want er is veel werk aan de winkel. Ik feliciteer u nogmaals en wens u heel veel succes en sterkte. Dank u wel. De voorzitter van het scheidende jeugdparlement, Pratna Sital, vandaag bij de installatie van de nieuwe leden.